Voorzitter, ik ben heel blij te horen dat de PvdA voor meer onderzoek is. Dat zijn wij ook. Nou is het zo dat voor onderzoek natuurlijk goede zaak is als zaken van verschillende kanten worden bekeken. En nou is het zo, en dat zou ik graag aan de heer Bussen willen vragen, dat uw fractievoorzitter, mevrouw Kuiken, 1 jaar geleden, op precies te zijn op 8 januari 2022, in een debat zei over het artsencollectief, of wat de artsen die anders denken over het coronabeleid, het volgende. Ik citeer even die ene zin. Ik noem dat kwakzalvers. Zij zijn wel mede verantwoordelijk voor het aanjagen voor desinformatie. En ik wil gewoon weten, kunnen ze niet gewoon van hun BIG-registratie worden afgenomen? Excuus voor, ik heb letterlijk geciteerd. Kunt u teruglezen naar de handeling. Is het nou nog zo dat de PvdA nog steeds vindt dat artsen, bijvoorbeeld heel veel medische specialisten die er wat anders over denken, dat die hun BIG-registratie moet worden afgepakt? En hoe moet je onderzoek doen op het moment dat je dus mensen die ergens anders over denken, wetenschappers, hoogleraar, als je ze hun beroep afpakt? Ik ben zo benieuwd om dat te horen. Meneer Bussoff? Agressie, geweld in ziekenhuizen, huisartsen, aanslagen en op medewerkers van de GGD. Een explosie in Urk, we weten het nog allemaal. En dat ontstaat door desinformatie. Mensen die ophitsen, opruien, ook in dit huis, maar ook daarbuiten. En ik heb een specifieke vraag en deze stel ik ook aan minister Kuipers. Hoe kan het toch zo zijn dat zogenoemde BIG-geregistreerde zorgverleners zich hier mede schuldig gaan maken? Medicijnen voorschrijven die niet geoorloofd zijn, zich in een artsencollectief verenigen. Ik noem dat kwakzalvers, maar zij zijn wel mede verantwoordelijk voor het aanjagen voor desinformatie. En ik wil gewoon weten, kunnen zij niet gewoon van een BIG-registratie worden afgenomen? Ik heb daar eerder vragen over gesteld met mevrouw Paulusma. Ik vind het raar als je willens en wetens je patiënten in gevaar brengt, willens en wetens meedoet met desinformatie en ook nog eens een keer betrokken bent bij intimidatieacties waarvan we weten, dat heb ik ook van burgemeester gehoord, ik vind het totaal onacceptabel. Ik vind het onacceptabel voor alle zorgverleners. Ik vind het onacceptabel dat we dat accepteren en ik zou graag zien dat we daar een oplossing voor kunnen verzinnen. Ja, voorzitter, ik denk dat het duidelijkheid zou scheppen als je een beetje de context van een dergelijke opmerking zou weten. Want die was natuurlijk niet gericht op dat mensen die anders denken en die misschien proberen te zoeken naar van wat zijn andere redenen dat mensen misschien te maken hebben met post-COVID. Wat zijn aanvliegroutes om na te denken over hoe dat zo is gekomen. Daar was die opmerking natuurlijk niet op gebaseerd. Die opmerking was erop gebaseerd dat er natuurlijk ook een aantal mensen zijn die ontkenden dat er problemen zijn met corona. Die zeiden het is geen probleem, het levert geen kwalijke gevolgen op, et cetera. En ik denk dat die opmerking daarop sloeg, voorzitter. Dank u wel, meneer Van Houwelingen. Ja, dank voor volvraag. Nee, absoluut niet. En u kunt het nalezen in de handelingen. Het ging hier heel concreet over het artsencollectief. Dat zijn bijna 2.000-3.000 artsen die denken anders over het coronabeleid, anders over het vaccinatiebeleid. Dat noemde mevrouw Kuiken expliciet. Daar had ze het over. En daarvan vond ze, ik heb het citaat net opgelezen, dat van dat soort mensen eigenlijk maar een BIG-registratie moet worden afgepakt. Dus nogmaals, dat is mijn vraag. Vindt de PvdA nog steeds dat dat moet gebeuren? Of is het misschien toch handig om artsen en specialisten en hoogleraar die ergens iets anders over denken, als je goed onderzoek wilt doen, om dat te laten doen en niet hun broodwinning af te pakken? Meneer Bussoff? Ja, voorzitter, in zijn algemeenheid vinden we dat mensen die anders denken en andere onderzoeken willen doen, dat prima is. Dat moet natuurlijk kunnen. Tegelijkertijd denk ik dat het wel belangrijk was dat in het hoogtepunt van de crisis er ook mensen zijn geweest die onjuiste informatie verspreid hebben, wat heel kwalijk was. En daar is het goed van dat we daar heel stevig stelling tegen hebben genomen, ook in die coronadebatten toen. En dat heeft ook mijn fractievoorzitter Atje Kuiken toen stellig gedaan. En volgens mij was dat de enige juiste weg om dat te doen. Voorzitter, dank u wel. U krijgt nog meer vragen. Meneer Van Houwelingen, een derde vraag. Ja, laatste interruptie hopen. Dat is dus de kern van het probleem. Want om te kunnen bepalen of iets waar of niet waar is, om te kunnen bepalen of iets wel of niet desinformatie is, heb je discussie nodig. Zo werkt de wetenschap. Heb je tegenstemmen nodig. En die konden er niet gehoord worden, omdat mensen zoals uw fractievoorzitter, mevrouw Kuiken, van die specialisten, van die artsen hun BIG-registratie wilden afpakken. En dat is schandalig. En dat u dat hier niet eens meer wilt terugnemen, ja, dat vind ik ongehoord. Via de voorzitter. Via de voorzitter, meneer Van Houwelingen. Ja. Ik ga het weer doen. Meneer Bussoff, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Ja, tot slot dan op dit punt, voorzitter. Laat ik glashelder zijn. Er is natuurlijk altijd ruimte voor onderzoekers om onderzoek te doen, om alternatieve
observaties te delen, om na te gaan of er misschien ook een tegengeluid nodig is. Die ruimte zal er wat de Partij van de Arbeid altijd zijn. Tegelijkertijd was het wel degelijk zo, en daar verschillen de Partij van de Arbeid en Forum voor Democratie fundamenteel op, dat er in de coronacrisis ook mensen waren die alles ontkenden en zeiden er is geen probleem. Dat was heel kwalijk, dat heeft heel veel ellende opgeleverd. Ja, en daar hebben wij altijd stellig stelling tegen genomen en zullen we dat ook blijven doen.